Breda Nu. Je weet het meteen. Einde van de route hebben we toch de hoge brug in Breda opgenomen, zodat alle motorrijders over de hoge brug Breda in zijn komen rijden. Waarna ze met gezwinde spoed naar Belgium Beach zijn komen rijden. Vertel eens, dit evenement waar we hier vandaag als alternatief zien. Is dat een nieuwe start voor jullie om te proberen in ieder geval iets te behouden van de Harley-dag? Nou ja, het blijft natuurlijk een datum die bij alle motorrijders diep in het hartje zit. En die we niet zomaar voorbij kunnen laten gaan. Dus je wil op zo'n dag toch iets doen. De echte Harley-dag zoals die was, dat zit er voorlopig niet in. Dus ja, we willen wel iets, een statement maken, toch iets doen. En dat kan dan gezellig samen zijn. Een stukje rijden, een stukje barbecuen. Gewoon een stukje gezelligheid onder elkaar. En ook aan de gemeente laten zien dat het dus wel kan. En is dit dan een plek, Ben, waar je dan je zegt, ja, hier kunnen we ook wel misschien gaan verder gaan groeien weer? Ja, hier zitten we wel met een beperking. Je kan hier niet meer, zoals een oude Harley-dag, zoveel motoren hier plaatsen. We hebben maximaal plaats voor 250 motoren. Dus ja, groeien tot 250 motoren. En daarna zullen we toch moeten gaan nadenken wat we... over een andere locatie eventueel. Dus het is gewoon eventjes om de harde kern toch die dag te laten beleven. Ja, een stukje ervaring, een stukje bij elkaar komen. De dag niet zomaar verloren laten gaan. Nou is er vandaag een soort statement afgegeven. Opnieuw eens even laten zien van... we kunnen best in de binnenstad komen met een groep motoren. Daar is niks aan de hand. Het gaat helemaal gezellig en leuk. Nee, maar goed, de Hoge Brug, dat blijft toch een dingetje voor de motorreis. Dat is het binnenkomen van Breda. Dus ja, dat willen we gewoon meemaken. Dat willen we gewoon doen. Ja. Wat is nou zo die charme van die Hoge Brug? Want dat vroeg ik me zo af. Ja, dat is de binnenkomst van Breda. Daar staan normaal de mensen te kijken. Dat is, ja, daar komt de stad binnen. Dat is gewoon het punt. Dat is gewoon een stukje gevoel. Je bent dan ook meteen op de havenmarkt enzovoort. Dus echt in het stukje Breda waar de motorrijders ook graag komen, denk ik. Ja, je zit gelijk in de binnenstad, waar het te doen is. Ja. Zou dit een goed alternatief zijn? Het begin is zeker goed. En de rest dat zal moeten volgen. Dat durf ik niet te zeggen. Met de gemeente Breda en de politie wil. Wie zal het zeggen? Ik weet het niet. Maar dit is zeker een heel goed begin. Leuk begin ook. Absoluut. Kom je in elkaar bekenden tegen hier zo? Ja, over het algemeen wel. Het zijn allemaal jongens die elkaar al jaren kennen. Had niet eens 20, 30 jaar al misschien. En al die dagen in het begin waren hartstikke leuk. En de politie en de gemeente die hebben daar een slot op gelegd. En dit is het alternatief. Wat voor indruk maakt het op jou, het motorgebeuren? Ja, ik vind het geweldig. Ik rijd zelf geen motor. Maar ik vind het gewoon heel leuk om erbij te zijn, om het te zien. Gezellig. Ik vind het echt... Wat voor sfeertje, als je het zou moeten omschrijven? Gemoedelijk, gezellig. Geen ruzie, gewoon alleen maar leuk. Dan merken jullie dat er nog wel een voedingsbodem is voor zoiets als de Harley-dag weer terug te brengen in Breda? Aan ons zal het niet liggen. Maar ik denk dat de gemeente Breda daar een groter probleem mee heeft dan wij. Ik denk dat er niemand een probleem mee heeft. Dat is nou net het ergste. En niemand ziet ook problemen. Alleen ja, de overheid en gemeente Breda of politie of... Ja, helaas. Dus regeltjes houden het allemaal tegen. Ja, heel veel, ja. Absoluut. Ja, jammer. Goed, nou ja, dan is er nog een barbecue. Wat moeten we daarvan verwachten? Veel vlees. Veel vlees, waarschijnlijk. En bier, waarschijnlijk.
Ik ga je doen, tribute to Jeff Healy. Ik heb hem nog nooit gezien, maar hij mij ook. Oké, doe even de moeilijke stap.